Nederland is de 16e economie van de wereld en staat al jaren in de top 10 van de Global Innovation Index. En volgens de heer Rahimi zelfs nummer 4 op het Innovation Scoreboard. En voor ons kleine land is dit een fenomenale prestatie. 2 miljoen ondernemers werken elke dag keihard, nemen risico's, bedenken nieuwe plannen en investeren in nieuwe ontwikkelingen. En BVNL is trots op deze ondernemingen en we vinden dat we deze ondernemingen moeten koesteren. Maar voorzitter, er waait helaas sinds enkele jaren een gure marxistische wind door Nederland. Bedrijven, boeren, bouwers worden niet meer gezien als de motor van onze economie, maar als afvalproducenten. En het is dan ook niet vreemd dat er een exodus plaatsvindt van Nederlandse bedrijven zoals Shell en Unilever naar het buitenland. En hoe komt dit? Voorzitter, het is een stapeling van afgunst, stupiditeit, perverse belangen en incompetentie. En ik geef een aantal voorbeelden. Recentelijk hoorden we dat waterbedrijf Vitens niet meer in staat was om water te leveren aan bedrijven. De meest essentiële behoefte kan in Nederland niet meer geleverd worden. En ik vraag de minister, hoe is dit nou in vredesnaam mogelijk en wat gaan we daaraan doen? En veel bedrijven kunnen geen aansluiting meer krijgen op het elektriciteitsnet. Dat is een probleem waar we al vaker over hebben hier. Netbeheerders geven aan dat er wachttijden zijn van wel 5 jaar. En dan moet je maar een dieselaggregaatje op de parkeerplaats zetten. Voorzitter, ik hoor graag van de minister hoe je kunt innoveren als je niet eens water en stroom kunt krijgen. Energie in Nederland is veel duurder dan in de ons omringende landen. Omdat onze overheid zonder plan onze kolencentrales heeft gesloten, het Groninger gasveld heeft gesloten. Technisch allemaal niet nodig, slecht voor het milieu, slecht voor de Groningers, slecht voor de staatskas en desastreus voor het Nederlandse bedrijfsleven. En daardoor blijft er nog minder geld over voor innovatie. Schiphol, ons nationale luchtverkeersknooppunt, draait de soep in omdat de directie niet in staat is om bagagisten fatsoenlijk te betalen. Is de minister het met me eens dat dit echt heel slecht is voor Nederland? En dan de regeldruk. Verschillende moties van mijn hand om regeldruk te verminderen zijn aangenomen, maar het wordt alleen maar erger. Zowel nationaal als vanuit de EU duwen ambtenaren regels door de strot van de ondernemers. En is de minister het met BVNL eens dat we nu eindelijk eens iets aan die regeldruk moeten doen? Voorzitter, dan de voorspelbaarheid van beleid is totaal verdwenen. Ondernemers hebben geen idee meer wat voor hallucinante plannen er uit Den Haag komen. Stikstof, PFAS, CO2-heffingen, box 3, VPB, BTW, duurzaamheid. Je wordt er als ondernemer horendol van. En als knapper op de vuurpijl dan nog een minister van Wonen die niet gaat bouwen, maar denkt dat de wooncrisis op te lossen is door een paar honderd miljard aan beleggingsvermogen, lees de pensioenen van ondernemers, van MKB-ondernemers, te vernietigen. Is de minister het met mij eens dat we in ieder geval voor innovatie een betrouwbare overheid moeten hebben? Dan de kwaliteit van het onderwijs dat verslechtert. In plaats van dat we mensen opleiden die een ambacht leren, leveren mensen af die vaak aan het eind van hun opleiding niks kunnen. En waarom laten we mensen niet gewoon weer een vak leren? Innovatie komt juist van mensen die goed zijn in hun vak. En daarnaast vallen door de overheid gesubsidieerde organisaties zoals Milieudefensie via de rechter onze bedrijven lastig. Kunnen we daar niet eens een keer wat aan gaan doen? En een ander punt dat met dwars zit is de financiering. Ook hier schiet de overheid in een kramp en probeert dan via allerlei regelingen innovatie te subsidiëren. Maar op hetzelfde moment droogt de traditionele financieringsstroom op omdat banken alleen nog maar bezig zijn met compliance. 30% van de bankiers is bezig met vinkjes te zetten voor de WWFT in plaats van het financieren van het bedrijfsleven en innovatie. Waarom wordt de WWFT niet geëvalueerd en wat mij betreft geschrapt? En is de minister het met mij eens dat de WWFT een enorme rem op het bedrijfsleven is en daarmee op onze innovatiekracht? Voorzitter, het is al genoemd, maar dan het tekort aan personeel dat het innovatiepotentieel ondermijnt. BVNL wil inzetten op een grootschalig werkoffensief waarbij werklozen actief aan een baan worden geholpen, waarbij werken weer lonend wordt gemaakt. En wat gaat deze minister bijdragen aan het opheffen van de armoedeval? En hoe gaat ze ervoor zorgen dat de 1,2 miljoen mensen die wel kunnen werken ook daadwerkelijk weer aan het werk gaan? Voorzitter, dan nog een hobbyhorse, dat is de BOR. De bedrijfsopvolgingsregeling. Nederland heeft met afstand de slechtste BOR van de EU en ik zou het ook op prijs stellen als we daar op korte termijn veranderingen in zouden kunnen brengen. Voorzitter, BVNL ziet dat het kabinet via verschillende regelingen probeert om innovatie te stimuleren. Maar vindt de minister ook niet dat de regelingen te weinig op het MKB zijn afgestemd? En vooral het kleine MKB heeft last van dit soort zaken en kan de toegang tot regelingen maar lastig vinden, waardoor de innovatie ook stokt. Voorzitter, wat ons betreft doen we 2 dingen. Ten eerste moeten innovatieregelingen drastisch versimpeld worden, maar naar bijvoorbeeld 1 of 2 overzichtelijke regelingen. En is de minister bereid om te onderzoeken hoe we dit kunnen versimpelen? En ten tweede moeten regelingen beter aansluiten op de behoeftes van het MKB. Zo gaat
innoveren ook over het implementeren van bestaande technieken in organisaties, oftewel productinnovatie. Daarom mijn laatste vraag, voorzitter. Is de minister bekend met het onderzoek van Metaalunie en Berenschot dat aangeeft dat regelingen te weinig op productinnovatie gericht zijn? En gaat ze hier iets aan doen? Dank u wel, voorzitter.